kan gelukkig gewoon gevoetbald worden tussen de nummer 16 en 18 van de keukenkampioendivisie. Jong PSV en Den Bosch treffen elkaar. Counter er in eerste instantie wel uitgehaald. Maar uiteindelijk liggen er nog steeds mogelijkheden voor Den Bosch. Als de paas nu goed is, net iets te veel naar de buitenkant misschien. Kostors natuurlijk schieten. En dat is niet ongevaarlijk. Net een handje. Nee, blijkbaar niet. Leek eraan alsof Schiks er nog aan zat. Wel een schot met Venijn. Komt hij terug bij Nasso. Ja, en Nasso schiet. En de redding is er van Heggie. Je bal die van stal wordt gehaald. Moet je allemaal van PSV is ongetwijfeld naar op zoek. Hij zal klaar liggen. Nasso. Bal blijft wat hangen. Voorzitter is goed. De kopbal ruim naast van Uneke. Hij is jong PSV alweer met Nasso. Dat is wel een overtuigend schot. Maar het is Nasso versus Heggie. En de tussenstand is 2-0 voor de keeper. En daar is de balwissel. Ja hoor, het is zover. De oranje bal is nodig. Bars loopt zich vast. Vicario, Kostors geen buitenspel. Nou, voor zijn negende van het seizoen en de 0-1. Om de keeper heen en in het doel. Een spits. Met kwaliteit, met vertrouwen, hoef je zo'n kans echt niet te geven. Kasper Kostors. Vicario krijgt alle tijd. Zoeken, zoeken en dan is het stappen volledig verkeerd. Kostors geen buitenspel, die gaat rustig om Schiks heen. En wat wel bijzonder is, dit is zijn 9e doelpunt van dit seizoen. En tot aan dit seizoen had hij in zijn hele carrière 8 doelpunten gemaakt in 99 wedstrijden. Abed. Simons. Rovers. Laat hem los. Hij gaat in het doel, maar hij telt niet. Het is het aanvallen van de keeper. Uneke zegt, zoveel doe ik niet verkeerd. Heggie wordt natuurlijk beschermd in zijn doelgebied. Simons, Abed, schotje. Handig balletje van Grunsven. Voorzet is goed, kopbal net naast. Hij heeft niet veel nodig aan ruimte, aan kansen. Kan hij hem verlengen, dan ligt het open voor Bars. Kan ons nog door de fout achterin bij Den Bosch. Op een kaart. Bars. Op een kaart als dat lukt. Ja, dat lukt zeker. En dan moet die kop al beter zijn. Van Abed. Nasso, nog maar een kans. Overstapje is goed en dan is het doelpunt wel daar. Simon scoort. En gezien het spelbeeld over de hele wedstrijd dan een verdiende treffer voor Jong PSV. Tegen MVV. Hier, Kalinauskas komt zijn kans op zijn tweede ooit. Maar dan moet hij er nog wel even in. Dit is zijn tweede serieuze kans in deze wedstrijd. Goed gedraaid, kan er Nasso die bal. Voorlopig zelf nog op avontuur.
Oppegaard. Strakke lage voorzet. En daar is de tweede voor Jong PSV. En geboren in Den Bosch. En waar zijn vader zo lang voetbalde. Scoort nu Jesper Uneke voor Jong PSV. Uitstekende aanval. En PSV draait het na de rust dus om. Oppegaard. Lekkere strakke voorzet. Waar je als spits ook lekker tegenaan kan lopen. Simons, net afmaker, nu opzetter van deze aanval. Dubbele wissel zoals aangekondigd. Kotzebue en Boumassoudi komen. Bal goed verlengd. En daar is zijn eerste actie. En dat is bijna meteen raak. Weer in Kotzebue, net ingevallen. Met zijn eerste balcontact dicht bij de 2-2. Bal goed verlengd. Nou vertrekt hij uit de rug van de centrale verdedigers van Jong PSV. En is het ook een uitstekende redding van Niek Schiks. Frustratie bij Land die de bal wil onderschept, maar niet bij een ploeggenoot krijgt. Dat leidt uiteindelijk tot deze kans voor Kostors. Die scoort meestal wel. Maar ook hij krijgt hem niet langs Schiks. De rebound is nog steeds kansrijk. Maar ja, daar is hij weer. Schiks. Corner van Den Bosch. Eerste paal. Ja, daar is hij. Dan is die corner een keer goed en is het dus ook raak. Weer Kostors. Goeie kopbal hoor. Maar ja, ook echt een goede corner. Eindelijk een goede corner van Den Bosch. Nou, zo hebben ze er een leuke wedstrijd van gemaakt. Zoals je het ook wel kan verwachten bij de ploegen die nu officieel allebei de meeste tegendoelpunten in de KKD hebben. Maar hier kan de wedstrijd ook nog eens een keer helemaal in het voordeel van Den Bosch worden beslist. Kostors. Hoek lastig. Toch maar proberen, ja. Geef hem eens ongelijk. Kasper Kostors. Het laatste moment van de wedstrijd. Extra mannetje bij de eerste paal gezet door Jong PSV. De bal daar wel neergelegd, weggekopt. Binnengehouden en mag nog een keer worden ingebracht. Ikeshita verlengt. Ikeshita verlengt en dan wordt hij nog alvallend doorgekopt. Is dit nog een keer geel? Maar is de wedstrijd afgelopen en eindigt het in 2-2. Tussen Jong PSV en Den Bosch. Een leuke, vermakelijke wedstrijd.